Jehova's getuigen klagen de Nederlandse staat aan voor discriminatie. Ze vinden het onterecht dat alleen hun omgang met seksueel misbruik is onderzocht, terwijl andere religieuze groepen buiten beschouwing blijven, schrijft Trouw. Dat ze de staat aanklagen valt bij de stichting Reclaimed Voices niet goed. Die stichting komt op voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen gesloten gemeenschappen. Raymond Hintjes is van Reclaimed Voices. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom steekt het u? Nou, omdat dit betekent dat de Jehova's getuigen de resultaten van een onderzoek dat gedaan is niet serieus willen nemen. En men veel meer bezig is met het beschermen van hun eigen reputatie in plaats met verhalen van slachtoffers die aangeven gedupeerd te zijn door het seksueel misbruikbeleid van de Jehova's getuigen. Maar hebben ze recht van spreken dat alleen hun omgang met dat misbruik is onderzocht terwijl andere groeperingen buiten schot blijven? Nou kijk, in dit onderzoek is natuurlijk alleen de aandacht gevestigd op de Jehova's getuigen. Maar volgens mij was daar ook de aanleiding voor. Er waren namelijk een aantal mediaberichten geweest over seksueel misbruik binnen de kringen van de Jehova's getuigen. Vervolgens zijn er gesprekken geweest met de staat, zowel door de Jehova's getuigen als door vertegenwoordigers van onze stichting. En wij hebben daar heel specifiek aangegeven dat er aanwijzingen zijn dat de manier waarop Jehova's getuigen met seksueel misbruik omgaan, nadelig zou kunnen zijn voor slachtoffers. En we hebben ook aangegeven dat men niet automatisch op ons verhaal moet afgaan, maar dat het verstandig zou zijn om daar een onafhankelijk onderzoek naar te doen. En aangezien het over Jehova's getuigen ging, ons onderwerp dat wij bespraken, lijkt me ook vanzelfsprekend dat je dat onderzoek gaat doen naar of het waar is wat er gezegd wordt over de omgang met misbruik binnen de Jehova's getuigen. Ja, maar waarvan zij dus zeggen van ja, maar waarom ligt de focus zo op ons? Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk het argument dat zij ook steeds gegeven hebben. Wat er heel erg opmerkelijk is, is dat nu ongeveer 4 jaar na publicatie van het onderzoek men met dit argument een rechtszaak gaat voeren. Terwijl ditzelfde argument natuurlijk ook zou kunnen gelden toen het onderzoek werd uitgevoerd. En men toen natuurlijk ook al had kunnen procederen. En men heeft toen niet gedaan. Maar ze hebben wel heel erg meegewerkt aan dat onderzoek, toch? Nou, ze hebben in eerste instantie zich tegen het onderzoek verweerd. En hebben ook aangegeven niet te zullen meewerken. Vervolgens hebben ze wel meegewerkt met het onderzoek. Dus dat hebben ze inderdaad wel gedaan. Maar toen het onderzoek gepubliceerd zou worden en de resultaten die Jehova's getuigen niet bevielen, is men zich eigenlijk al gaan verzetten tegen de publicatie van het onderzoek. En het kostte ding dat de Jehova's getuigen destijds verloren hebben. U zei net, waarom u het zo erg vindt, is dat het alleen maar om hun eigen imago gaat nu. En dat ze eigenlijk niks geven om de slachtoffers, hè? Even kort gezegd. Want wat doet dit met de slachtoffers? Nou, dit betekent dat je verhalen van slachtoffers wegzet op een manier dat het eigenlijk zou gaan om iets anders. Kijk, Jehova's getuigen geven eigenlijk al de hele tijd aan dat de verhalen van slachtoffers verhalen zijn van misnoegde ex-leden die erop uit zijn om de Jehova's getuigen in discrediet te brengen. Dus je neemt deze verhalen niet serieus. En nu zal men eigenlijk de resultaten van het onderzoek kunnen gebruiken om hun misbruikbeleid te verbeteren. Want ik denk namelijk dat er echt wel wat te verbeteren valt. Maar in plaats daarvan is men dus bezig met een juridisch gevecht te voeren. En daarmee gaan ze voorbij aan wat er gebeurd is met de mensen die er wel last van hebben. Exact. En omdat ze daaraan voorbij gaan en daardoor zij geen erkenning geven aan slachtoffers van misbruik. En dat zelfs de momenten waarop ze hebben aangegeven mee te leven met deze slachtoffers, teniet gedaan worden door deze juridische procedure te kiezen. Maar wat Jehova's getuigen dus eigenlijk zeggen is, het is een soort wraakactie en het is ook alleen maar op ons gericht en anderen blijven buiten schot. Dat zou je heel kort gezien zo kunnen zeggen, ja. En vandaar dus dat ze deze procedure hebben aangespannen. We hebben overigens ook gebeld met het landelijk bestuur van de Jehova's getuigen, maar zij willen niet reageren. Die rechter doet woensdag uitspraak, dat wordt een spannende dag voor u? Ja, het wordt zeker een spannende dag. Ik hoop uiteraard natuurlijk op een positieve uitspraak dat hier geen sprake is van discriminatie. Maar we zullen het moeten afwachten. Dank u wel, Raymond Hintjes van Reclaimed